Wat een wedstrijd, want de eerste helft zijn de kansen vooral voor de tegenstander natuurlijk. Maar in de rust, er is wat gezegd, er wordt gewisseld. Jullie lijken initiatief naar jullie toe te trekken. Ja, het eerste helft was dramatisch. Dus ik kon alleen maar achter de bal aanlopen, net als 2 dagen geleden. Dus ja, op een gegeven moment voerde het wel een beetje in de beentjes. Is dat dan ook Hans, die niet op de bank zit? Want als hij er dan bij zit en dan gaat jullie aansporen, dan lijkt dat toch wel een enige effect te hebben. Nee, daar ligt het niet aan. Onzin? Onzin. Nee, de tweede helft gaan we met 3 achterop spelen. En dan kunnen we iets meer vooruit lopen. Want als we achteruit lopen, dan krijgen we een beetje moeite. Dus we hebben dat omgezet in de rust. Om toch hun wat meer onder druk te zetten en het middenveld in ieder geval vast. En dan maar een beetje duels uitvechten hier. Dat ging wel redelijk op zich, tweede helft. Hoe dicht was jij bij een goal? Ja, heel, heel dicht. Volgens mij kreeg ik hem op mijn standbeen. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik maaide er overheen. Ik weet niet, ik zal hem even terugkijken. Maar hij kon er wel in principe. Maar hij viel er net tussen en dat was een beetje maaien. En ik maaide er net eroverheen. Na de rode kaart is het een beetje over natuurlijk. Dan wordt het natuurlijk ook lastig. Wat zag jij gebeuren eigenlijk? Want jullie protesteerden heel hevig. René van den Berg, onze commentator, zei van ja, het is gewoon eigenlijk een duel. Het is niet eens geel. Nou ja, voor mijn gevoel was het ook een duel. En het was een stevig duel hoor, dat klopt. Maar volgens mij zitten we op voetbal en niet op tafeltennis. Dus je mag hem best wel een beetje raken. Maar goed, ja, die meneer zag het anders. En dan kun je nog zoveel protesteren. Maar dat maakt niks uit. In de eerste seizoen zelf stonden jullie op een gegeven moment op een derde plaats. Dat was misschien ook weer een beetje boven de stand. Maar nu zijn jullie wel ver weggezakt eigenlijk. Is het nou nog een beetje billenknijpen met het oog op die laatste 4 plaatsen? Omdat je natuurlijk niet zo snel veilig bent in die tweede divisie. Ja, kijk, als je hem had gewonnen, dan had je weer wat lucht gehad. En volgens onze data-analisten hebben we nog 6 punten nodig. Dus dat zal ongetwijfeld. Jullie hebben een data-analyst, begrijp ik, bij Linde. Nee, het is gewoon een trainer. Maar ik ga ervan uit dat we 6 punten genoeg hebben. En volgens mij hebben we nog een wedstrijdje of 8. Als ik het goed heb. Dus, ja, zeg je goed. Moet kunnen, hè? Dat moet kunnen. En volgende week is denk ik een mooie wedstrijd om de mensen uit Tiel weer even... De derby tegen GVVV? Ja. Dat is wel tijd dat we die weer winnen. En dan kunnen we het seizoen gewoon mooi afsluiten.